De algemene randvoorwaarden. Vanuit mobiliteits- en vanuit de stad en het district zijn een aantal randvoorwaarden opgegeven. Een daarvan is dat de weginrichting conform zone 30 moet zijn. Er zouden verkeersremmende maatregelen moeten komen. De straat vergroenen is ook een heel belangrijke. Ook vanuit de bewoners werd dat zeker gevraagd om in de nieuwe toestand de straat toch wel groen te houden. Het regenwater dient ter plaatse geïnfiltreerd te worden. Vanuit het district is gevraagd om de parkeerbalans zoveel als mogelijk in evenwicht te houden. En de riolering dient vernieuwd te worden. Daaruit is een ambitie voorgekomen. De Katershoflaan wordt heringericht als een verkeersveilige en groene leefomgeving, waarbij rekening gehouden wordt met het belang als verkeersas. Straatgroen, gecombineerd met verschillende systemen voor regenwaterinfiltratie, verhoogt de leefbaarheid van de straat en maakt ze klimaatbestendig. Input van de bewoners en de adviesraden. We zijn in eerste instantie met een wit blad naar de bewoners gegaan en zij hebben in een workshop hebben zij hun mening kunnen uiten. Een van de meningen was, er zijn daar drie concepten uitgekomen. Een van de meningen was, het behoud van de groene middenberm is een goed idee. Dan zijn er een aantal bewoners aan de slag gegaan met groen aan beide zijden van de straat. En dan zijn er nog een aantal bewoners en adviesraden aan de slag gegaan met groen aan één zijde van de straat. Daaruit hebben wij een aantal basisbezorgdheden uitgefilterd. Het groen was zeer belangrijk voor de bewoners. Er is natuurlijk wel een verschillende mening over kijkgroen, verblijfsgroen en gebruiksgroen. En er is ook een verschillende mening over al dan niet behoud van de bestaande bomen. Vanuit de bewoners en de adviesraden is er ook duidelijk uitgekomen dat er te snel gereden wordt in de straat. Dus dat er een vraag is voor snelheidsremmers. De fietspaden zijn te smal. De kruispunten worden als onveilig ervaren. En de staat van de straat is toch wel in slechte staat. En ook de parkeerplaatsen zijn belangrijk. De volgende stap die we verder gaan uitleggen is om de ideeën van de bewoners en de adviesraden die werden vertaald in drie basisconcepten. Deze worden dadelijk voorgesteld. En nu zijn we bezig met een nieuw infomoment en workshop om de drie concepten voor te leggen. En de bewoners dus de mogelijkheid te bieden om hun input en voorkeur door te geven en zo een concept verder uit te werken.